Goedemiddag, het is vandaag zondag en wij gaan nu naar, naar de hal toe. En dan gaan we nog even video kijken en dan vertrekken we naar de wedstrijd. Het is vandaag 15 oktober, we hebben een wedstrijd gespeeld en we hebben hem gewonnen. Hoe vond je dat ging vandaag? We waren gewoon waarom een beetje moe. Maar soms denk ik dat we gewoon robots zijn. Mee eens. Maar ja, uiteindelijk hebben we de wedstrijd gewonnen en daar gaat het om. We gaan vanavond, morgenavond gaan we richting Turkije. Ben je blij? Vind je het leuk om naar Turkije te gaan? Of weer? Loeibek ook. Sowieso. Ik zeg dat team toch die in Europa Cup Finals zaten. Ja, dat is best wel gewoon. Het wordt een pittige partij, maar het is altijd wel leuk voor de, dus, voor de ervaring. Hoe voel je hier? En we sluiten nu af. Het is laat en hopelijk gaan we nog ergens wat eten. En nou ja, fijne avond iedereen. Joe, groeten. What do you think about the game? We won, of course. Yes. Walk through! Yeah, you can walk. Okay. So, it was a tough win, but I'm glad that we pulled off and we stick as a team and we won. I think... I love my team. No, I'm just kidding. I do love my team. I think we showed that we can really play like a team. It's not always going to be easy, and so far we're showing we can really play like a team, but we obviously have a lot of stuff to work on. Oh, and I also want to say that I'm proud of you. Thanks, Boo. Thank you. Sorry. And I also want to say that people trying to, they don't want me to be great. But no, but I'm glad that we won. A win is a win. Exactly. That's it. Okay. Thanks, girl. Okay, so we're trying to do some karaoke. I'm like, what up? Maybe one. Wait. No, I don't like, it's too much light. Some people live for the power, yeah. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en het is nu 10:30 denk ik. En om 10:00 was ik wakker. Ik ga nu eventjes mijn tas inpakken en dan laat ik zien wat ik mee ga nemen. Dus, en daarna om 3:00 hebben we training. Ja, wie had dat verwacht? Niemand. Oké, ik ben klaar om te trainen. Nou, geintje, ik ben niet klaar om te trainen. Maar we gaan nu naar trainen toe. We hebben net boodschappen gedaan. En ik ben bijna klaar met mijn tas inpakken, dus dat laat ik dan zo even zien. Dan ga ik straks nog maar even een dutje doen of zo. En dan gaan we naar Berlijn. Het is nu 20 over 11. We zijn nu onderweg naar de zaal. Dan gaan we naar Berlijn, dus dan zie ik jullie straks weer. Of niet? We're on the bus. Suzanne! Oh, oké, okay, Suzanne. This little ninja. En we're leaving to Berlin. Ik wil naar Amsterdam.
wanna be the one. En we zitten in het Hilton Hotel. Hilton? Ja. Is het zo? Oh, de voorkant van het hotel is wel iets anders als je binnenkomt. En we gaan zo even lunchen en daarna gaan we lekker trainen. Yay! En net, echt, we zijn 3 minuten in de kamer en toen kwam er al een vrouw. Housekeeping. Ja. Dus ik zeg, we just arrived. Zeg ze. Housekeeping. Ja. Maar goed, dus wij gaan zo even lunchen en dan gaan we trainen. We're done with practice. I forgot to film the gym, but I'm gonna do that tomorrow. Now I'm gonna talk in English. English. How the trip went. Oh, damn. So we left at we left the house at 11:20, and we left the gym, like our own gym, at 12. So we had a 4-hour bus trip, and then we came in Berlin, and the trip from there to Istanbul was 2.5 hours, and from Istanbul to God for the blood, I'll schiet je mijn lek. So this place, I have no idea what the name is. I weet het ook niet. It was like a hour. Yeah, but what was the name? Oh, Kaiserie, I think. And when we came here, we had to drive like 10 minutes from the airport to this hotel. And now, and we had practice at 6. So now we're back and it's almost 8, so we're gonna eat. And then probably gonna watch a movie and sleep. So, see ya. Staan we dan in de lift in Turkije, wie had dat nou gedacht? Dat is mooi hoor. Now it's Zoom. Look at this girl with her Calvin Kleins. Don't do it again, my eye hurts. Hier, dus broodjes, hard. Hier, broodje. I want you to. Where? Right here. Hij kan alleen maar naar boven. Zij kan alsjeblieft even wapperen ermee. Oh, dit is echt heel erg kort. Dit is echt niet normaal. So she's like, can I fart? So. I mean, I know her stomach is always hurting, so I was like, okay. So she fart. And it's so bad. At least it's fresh. Fresh from the stomach. It's gross. Ah, sorry, Jen. Okay, so we're gonna sleep. The alarm is... going at 8:30 and breakfast at 9. So good night and see you guys tomorrow. Waarom zeg ik dat, guys? I just wanna go down. Where would you go?
Oh. Good morning. It's Thursday today. And it's game day. What the? And we're going for a coffee now. And yeah, that's it. So this is the mosque. Hij is groot aan het schoonmaken. En ze gaat dat douchen hier in de moskee. Het is toilet. Het is toilet. Okay, so, Nay, how do you feel after that buzzer beater? I feel extremely tired because I'm really too old for this shit. My heart is beating really fast, but I'm very proud. Very proud of my teammates because we all stepped up in some way. MVP! 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 What do you think about the game? How did we play? I think we really persevered and it was good. Okay, I want to thank you, and I want to thank you guys too. Girl, this is the microphone, girl. Come op, Jinka, come up. Lekker schaap, lekker. We just had a free drink. Yeah, a free. That's what's up. A free. The Cassis, the Dutch drink. Cassis. Really good. Cassis. Especially because it's free. Hij stelt niet scherp. Oh ja. Ja, die man was dus in Turks aan het praten en opeens. Oh, ik ga nu in Nederland. Yeah. I mean, sorry. The guy was talking Turkish to us. And I was like, bro, what are you talking about? Yeah. But I could understand him a little. And then he was like, yeah. And then he was like, yeah, come outside. Not in English, but in Turkish. And then he gave us this free drink. Just know this is free. And they always do stuff for a reason. Oké. Okay. En ik liep net over zo'n drempel hier ook. Oh. Die had ik even niet gezien en ik had mijn flesje vast, dat flesje drinken. Oh. En ik flikker dus over dat stukje heen. Ik kan altijd gewoon vol tegen mijn tanden aan, dat glas. En kon niet meer lachen. Ga je dure tanden. Ga je dure tyfies. Spit it out. We're gonna do the water challenge, and we're gonna both drink water, and the one that spits at first the water out is the loser. Okay, so good morning, it's Wednesday today and it's 6:40 and we're gonna leave the room now for breakfast and then we're gonna leave to Berlin again. So, see you.
Oh ja, en vergeet niet een duimpje omhoog als je naar me hebt gekeken. Bedankt voor het kijken naar mijn video. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. En ga liken en abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie snel weer.